Mijn gast is Sjaak Brul. En Sjaak is cabaretier. Ik werd gevraagd door Jaap de Grote, was de toenmalige chef sport van de Telegraaf. Hij zegt: Nou ja, hij zegt, ik zal je eerlijk vertellen. Vorige jaar is hij hier in cabaretier geweest. Uh, bij een gala wat wij organiseren. Die is uh, afgegaan. Daarvoor is er een die is halverwege weggelopen. Die durfde gewoon niet meer. Zou jij het willen proberen? En dat was het. De opname met Sjaak deed ik live op de meest iconische plek waar ik maar kon opnemen. Namelijk Elektra in Sliedrecht. De plek waar deze podcast naar vernoemd is. Geef een duim omhoog, zodat YouTube ervoor zorgt dat heel Den Haag deze video krijgt te zien. Laat een berichtje achter in de comments om te laten weten wat je ervan vindt. En vergeet niet te abonneren. Heel veel plezier. Dit is Vanuit Elektra, de Elektra-podcast met Sjaak Bral. Welkom allemaal hier in Elektra in Sliedrecht bij de Elektra podcast. Uh, ik vind het heel erg tof om hier een aflevering op te nemen. Want de podcast heet Elektra, omdat hij vernoemd is naar Elektra naar dit podium, omdat ik hier tien jaar geleden een keer een optreden heb gedaan. Wat uh, mij altijd bij is gebleven, omdat het rumoerig was, omdat het raar was, omdat er een gabber halverwege opstond om degene op het podium op zijn bek te willen gaan slaan. Uh, en dat waren ook de verhalen die in die tijd rondgingen over Elektra. Als je hier ging spelen, dan zeiden collega's: Je gaat naar Elektra en Sliedrecht. Nou, sterkte. <laughs> en voor mij is dat altijd een, 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 een voorbeeld geweest van podia zoals Elektra, zoals ze door het hele land zijn. Want Elektra was daar echt niet de enige in. Maar juist de, de kleine jongerencentra, de kleine podia, de kroegjes, die gewoon beginnende comedians en beginnende cabaretiers een kans geven om. Gewoon iets te proberen om überhaupt op een podium te staan. En ja, dat zijn niet altijd de beste omstandigheden. Maar wel hele waardevolle plekken. Dus uh, het is vernoemd omdat ik hier een ervaring heb gehad. Maar ook wel als eerbetoon aan dit soort plekken. Dus ik zou sowieso, voordat we uh, beginnen aan jullie willen vragen. Geef even een heel hard applaus aan iedereen die hier de afgelopen jaren in Elektra heeft gewerkt. Om dit soort avonden mogelijk te maken. Uh. En dan gaan we nu doen waarvoor jullie allemaal gekomen zijn. Mijn gast vandaag is Sjaak Bral, een man die net afgelopen maand zijn 25-jarig bestaan in dit vak heeft gevierd met een grote show in Zuiderparktheater. En je kent hem ongetwijfeld uit theaters, van zijn columns uit de krant, van tv, van radio. En ik vind het heel tof dat hij hier is om te praten over zijn allerslechtste optredens van de afgelopen 25 jaar. Dus geef hem alsjeblieft een hard applaus, Jacques Bral. Hey. Yeah. Dank je wel. Top. Ga, ga lekker zitten. Je bent net binnengekomen, want de A15 was omgelegd, begreep ik. Uh, nou, je drukt het wel bijzonder uit. <laughs> Volgens mij leeft hij nog, maar het is toch iets anders. Hij was afgesloten. Ja. Dus ik moest onderrijden rijden via Papendrecht. En je weet, dat weet de meeste al, er zijn weinig dingen in je leven die je niet wilt doen... Maar omrijden via Papendrecht is wel een van de ergste dingen die je mee kan maken. Hoor. Dat is. Uh... Papendrecht is natuurlijk bekend vanwege zijn. Waarvan uh... eigenlijk. Ja. God, hoe je weten waar ik moet voor in naar Papendrecht? Het is, het is niet het einde van de wereld, maar je kan het daar vandaan wel zien liggen. Laat het <laughs> Lijkt me een hele goede omschrijving. Hé, hey, we, we gaan eraan beginnen. Je hebt ook een lijstje met, met wat dingen waarvan je dacht, die wil ik zeker weten, niet vergeten te vertellen. Maar één ding waar ik gelijk al benieuwd naar ben, wij waren aan het mailen over deze opname en toen reageerde jij op een gegeven moment en zei je, Elektra en Sliedrecht, daar heb ik een geschiedenis, dat zal je nog verbazen. Ja, maar nou blijkt dus dat. Uh, ik, dacht, ik dacht namelijk. Uh, goedenavond, trouwens, allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Uh, dat, dat dit de oude bonkelaar was. En de bonkelaar, hoor ik net, stond hier naast iets afgebroken. En in de ver verleden heb ik mij bezighouden met het uh, stimuleren van de popmuziek. En toen had je hier in Sliedrecht had je een, een voorvechter van de popmuziek. En ik heb in de auto hier naartoe zitten denken: hoe heet die, die man? Ik weet, volgens mij heet hij die Ed. En Ed was een mannetje met een leren jackie. En het draaide de hele dag jackies. Maar die was enorm voorstander van popmuziek. En die zat ook in allerlei overlegjes. En die kreeg van alles van elkaar. En ik weet ook: uh, want wat doe je dan als je, je hart wil maken van popmuziek? Dan ga je optredens regelen voor artiesten en voor bands. En Ed was daar heel erg goed in. Uh, dus ik heb hier vaak genoeg gezeten met, met Ed in overlegjes. Dat was de Zuid-Hollandse Popunie. Ik was dan van het Haagse Popcentrum. En hij was hier van de popindustrie. Ik heb nooit meer iets van Ed vernomen. Ik weet niet of iemand in de zaal weet hoe het Ed is afgelopen. Ed? Nee. Je kent wel een Ed, maar het is niet die Ed. <laughs> nou goed, ik hoop dat het goed vergaat. Het was een hele enthousiaste man. Uh, een beetje een oude... Ja, ouwe oude jongerenwerker, zo zag hij eruit. Kun je, je het voorstellen? we een leren jackie en jackies draaien en uh, alles kwam goed. Ja, net, net als de, de sociaal werker uit Vlodder. Dat beeld heb ik een beetje. Voor nou, daar zit er niet ver vandaan. Misschien was dat dan wel. Dat zou zo kunnen. <laughs> maar in ieder geval, uh, dat is mijn link met, met, met deze uh, zaal. Waarvan ik dacht althans dat dit het, uh, dus het popcentrum was. Maar ik, hier ben ik dus nog nooit geweest. Ah, Oké, okay. ook nooit hier gespeeld. Dus. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet meer. Maar dit zaaltje, het is een hartstikke leuk zaaltje, maar uh, ja, schrik niet, er zijn er duizenden van in Nederland. Ze zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Uh, dus het uh, donker en het ruikt naar bier in het wc, uh, ruikt het naar voormalig bier. <laughs> het zou best kunnen dat ik hier op heb getreden. ik vind het nu al leuk, dus het zou goed kunnen. Ja. Wat, wat, wat heb jij ook in dit soort, uh, want je zegt dat terecht, er zijn er honderden door Nederland. Ik neem aan, bijvoorbeeld in het begin van jouw carrière heb je ook op dit soort plekken gespeeld. Wel, tuurlijk. Nee man, ik, ik, bedoel, ik ben eigenlijk begonnen als muzikant, hè. ik ben begonnen als, als in een bandje en uh, ja, dat was met mij niet te werken, dus de een en de ander verliet de band, dus uiteindelijk was ik in beetje eentje over en uh, stond ik in mijn eentje met een gitaar en dat was begin jaren negentig, ik zal de verkorte versie geven, en dan maakte ik, uh, nou was toen natuurlijk de house muzikanten op en toen maakte ik wat ik dan zelf noemde Haagse house, dat was dan het koerhouse noemde ik dat, of uh, tramhouse noemde ik het ook wel. En dan trad ik in mijn eentje op en uh, ook op housefeesten en zo. Je kan het je niet voorstellen. Dan stond ik daar met een gitaar en een opblaaspop op mijn rug. god maar, weet waarom. Dat vond ik interessant. En dan deed ik dus Haagstalige liedjes. En um, ja, dan kwam ik heel vaak in dit soort zaaltjes. Dan trad je ook op. Uh, uh, natuurlijk met, met allemaal Haagse liedjes. En, en uh, het was wel zo. Op een gegeven moment stond ik langer te lullen dan gitaar te spelen. Want dat vond ik toch ook wel leuk. En toen was er een vrouw en die kwam naar een optreden naar mij toe. Dat was in Den Haag. Daar had je een gekraakte. Uh, Discotheek die heette Nastasta. En het na, was midden in de nacht, en drie uur nachts stond ik daar op te treden. En mensen gooiden met tomaten. En ik gooide terug met carbonades. En het was werkelijk maar één, één grote uh, orgie van ellende, was het. En na afloop kwam er een, een, een jonge vrouw naar mij toe die zei: Ik vind die liedjes wel leuk, maar dat geoude er tussendoor is veel leuker. Daar moest je mee doorgaan. En dat was Brigitte Kaandorp. Echt waar? Die had namelijk ongetrainde diligentia en die was dan uitgegaan, die, die zag mij staan. Heb ik later nog een hele mooie lange brief van gekregen, hoe leuk ze het allemaal die vond. Haar toenmalige manager leek het zelfs een goed idee als wij samen zouden gaan optreden, <laughs> Brigitte Kanoppen en ik. Die heeft ze ook direct aan het slagen. Um. <laughs> en die brief heb ik nog wel en nu kom je elkaar natuurlijk vaker tegen en dan zeg je nog van god weet je nog toen. Maar ze zegt nee ik meende dat echt, ik vond het en, en het, uiteindelijk is het ook zo gekomen natuurlijk dat ik meer zit te lullen dan dat ik gitaar speel. Maar dat doe ik ook nog steeds, want dat vind ik hartstikke leuk. Ja, oh altijd een goed verhaal. Ja. Maar hoe, 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 want daar zeg je daar nou, zo'n zo tomaten en carbonades. Maar hoe, als ik terugdenk aan, aan, aan housebezoekers en zo in de jaren negentig, denk ik, die zaten helemaal niet te wachten op iemand met grapjes in een gitaar. Nou, dat vond ik zelf eigenlijk ook. En, en uh, om die reden vond ik het ook leuk. Het was een soort. Um, ja, het was een beetje de Hamas-beweging. Je, je rende gewoon naar binnen met tien handgranaten om je middel en je ging maar eens kijken of het ging lukken. Dat was, dat was mijn instelling. Is trouwens nog steeds vaak mijn instelling. Om te kijken van, gaat het lukken of niet? Nou, we gaan ervoor. En als zodanig was het eigenlijk ook een soort act. Het was een soort house act. Zo werd het ook aangekondigd. En op een gegeven moment had je ook een soort van naam van, nou, dat gebeurt altijd wat als die gozer komt. Uh, dus dan werd je ook vaker geboekt vanwege de reuring. Want ja, na een kwartier, twintig minuten was er in de dj en dan ging het weer verder. En dan werd ik, ik gewoon geslachtofferd. Zo werd het eigenlijk ook aangekondigd. En er waren dus ook inderdaad mensen die namen al van tevoren fruit mee om bij mee te gooien. En dat wist ik. Dus ik haalde bij de slager wel slachtoffer En dan kegelde ik dat terug. Ja, je had erbij moeten zijn hoor. Het was een hele enthousiaste bende. En, en ik was ook nog nuchter. De rest was natuurlijk helemaal van, van padje. Ja, want dat was de opkomst van de, van de ecstasy. En dat was toen nog niet verboden. In het begin was dat nog niet verboden. Dus dat waren de beste tijden. Oh, en een kwartiertje twintig minuten waren in die show, zei je. Jawel, want dan deed ik vier, vijf liedjes en dan was het eigenlijk heel mooi geweest. En dat waren allemaal houseachtige liedjes, hè? dus je kon er ook wel een beetje op dansen. Maar ik weet nog wel, waar. ik had ook iemand bij me, dat was Willem. En Willem was een hele lange, dunne, gas een kaal hoofd. En die kon met zijn handen dansen. Dus die ging op een platformje staan. Ja, het was bizar om te zien. Uh, ging op een platformje staan en voor de rest deed hij niks. Maar hij woog alleen maar zijn handen zo. Alleen maar zo. In de lampen zo, wij noemden hem ook de levende lavalamp, Willem. Die was helemaal zo. En die vroeg dan: hou je vast 15 gulden voor een optreden. Maar dan moest ik hem wel komen halen en brengen. <laughs> nou, wie ben ik om dat niet te doen voor zulke bedragen? Dus ik heb aardig veel geld verdiend aan Willem. Ik hoop niet dat hij luistert. Wil Walenboer, zo heette die. Wil Walenboer, nou, als je luistert, ja, de factuurtermijn is verstreken. Jammer voor je. Precies. Dat jij je af bent gegaan, joh. Dat was toch een leuke grap, dit. Ja, vertel, net als je hier was afgegaan in deze, in deze zaal. Ja, maar dat ik, dat ik hier was, was tien jaar geleden. Toen was ik nog geen jaar bezig. En wij, wij stonden in. Uh, dit is de, de zaal en hierachter is gewoon de bar met ook nog een klein soort podium. Ik heb geen idee meer of ik daar goed ging of dat het niet goed ging. Ik weet vooral dat, het, dat, het, dat er veel gerookt werd, want er was nog geen rookverbod, dus dan mocht gewoon nog. En dat het heel rumoerig was. Hmm. En dat is ook de ervaring van, van iedereen die hier geweest is. Uh, 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 Pieter Derricks heeft hier gespeeld. Die deed de, de laatste try-out voor de première van zijn eerste voorstelling. Hmm. En die vertelde dat hij hier een try-out deed. En die zei. Er stond zoveel rook in de zaal dat ik mijn technicus niet kon zien. <laughs> nou ja, je ziet hoe ver de techniek hier vandaan zit. Dat is 12 meter hooguit. Ja. Misschien was het toch iets anders aan de hand met Pieter. Dat ik dan de technicus niet zag. Dat lijkt me toch een heel sterk verhaal dit. Maar goed, het is altijd... Weet je, de allereerste optredens... Ik zeg het hier ook, ook een jongerencentra... Ook met de stand-up comedy deden we natuurlijk in het begin. Uh, vooral de jongerencentra en, uh, en de kroegen. Ja, dat was ook altijd een beetje de guerilla tactiek. Van Nou, we gaan maar eens kijken of het wat wordt. In het begin was dat natuurlijk toch ook echt. Uh, nu is het om wat gevestigder. Maar we, voor ons jongen, ik heb shows gedaan. Ik heb nog op radiators gestaan. Ze waren het podium. Zeiden ze ja, daar. En dan stond je op een radiator bij het raam. Hadden ze een plank opgelegd. Dat was het podium. Ik heb achter de bar gestaan. Naast de barman die stond bier te tappen. Er stond een microfoon achter de bar zo. Ja, dat waren gouden tijden, zou ik maar zeggen. En later kom je dan in de kleine theaters terecht. We hebben nog steeds wel een circuit van kleine theaters, Vestzaktheaters noemen we dat. Die had je vroeger in de buurt ook wel wat meer, dat is allemaal wat minder geworden. En daar ging je dan als eerste dan zeg maar je cabaretvoorstellingen uitproberen. En ja, als het gaat over dingen die misgingen, ik zal me nooit vergeten dat ik mijn allereerste echte cabaretvoorstelling deed, met een voorstelling die heette, dat had je vroeger niet. En dat was echt, ik voelde me echt na die, dat was de eerste avond in het Theater Pepijn, heel klein theatertje. Ja, ik voelde me echt de held. Ik denk, nou ben ik dus cabaretier. Nou weet ik hoe het voelt. Ik heb de hele avond daar, er maar 16 man. Maar ik denk, nou ben ik dus cabaretier. En um, ik zal nooit vergeten dat er in de afloop een oudere vrouw naar mij toe kwam. Je kent zo'n zo grijs haar in de knot en met zo'n zelfgemaakte mede ketting om de nek. Hè? Je kent die types. Zo'n zo uh, ja, biologisch gereformeerde dame, zou ik maar zeggen. En, um, en die, die kwam toen op me af en die tikte op mijn schouder en die zei toen: Meneer, het maakt helemaal niet uit als u het zelf maar leuk vindt. En dan moet je nog 25 jaar, hè? Ai, Mensen zeggen de raarste dingen in de afloop van een optreden. Mijn zus vindt die heel leuk. Wat vond je er zelf van? Wat zijn dat voor uitspraken? Maar goed, uh, Wouter, had je ook nog vragen of niet? Ik maar... Zijn die nodig? Ik weet ik niet. Uh, dat ligt een beetje aan jou. Maar we gingen het hebben over ellende, begreep ik. Ja? Over de dingen die misgaan. Ja, nou ja, dingen die misgaan. Maar juist ook dit soort uitspraken achteraf. Hmm. Want zeker, ik, ik neem aan, nu kan je daar prima mee omgaan. Maar als je net begonnen bent, je krijgt iemand die zegt: nee, ja, Mijn zus vindt u heel leuk. Of dus wat blokkeer ja, jij even, Dan Heb je even kortsluiting op je printplaat? Precies, denk je, maar, wat, 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 wat zeg je terug als iemand zegt: Als u het zelf maar leuk vindt? Nou, daar heb ik wel een nacht van wakker gelegen hoor. Want toen dacht ik echt bij mezelf: Ik dacht dat het goed ging. Maar blijkbaar was het dus helemaal ruk. En dat, die, die, die aarzeling, die hou je natuurlijk altijd. Op welk podium je ook staat. En dat, en dat heb iedereen nog steeds. Bedoel, anders ben je geen artiest. Je blijft altijd je afvragen. In mijn geval dan, vraag ik me dat af. Uh, ben ik nou een, een knoeier met overtuiging of een verschrikking met talent? Ik weet het nog steeds niet. <laughs> en dat elke avond denk ik weer van, nou, gaat er weer achterkomen of het zo is? Nou ja, na 25 jaar en heel veel trades dus weet je wel ongeveer hoe het zit. Maar je blijft altijd wel gespannen. Hè? de Adrenaline. Ja, 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 ja. En dat is goed. Dat is goed. Er is niks mis mee. Kijk, het moet niet angst worden. Als het angst wordt... Kijk, zo'n publiek dat deze mensen zien, het allemaal heel schattig gaan met die koptelefoontjes. Maar het is net een troep wolven. Hè? Als, als, ze, als ze ruiken dat jij, uh, dat jij kwetsbaar bent, dat je, dat je zoveel angstig bent, dan komen ze achter je aan. Wordt nooit meer wat. Er zit, er zit een onzichtbaar touwtje tussen het publiek en mij. En we trekken allebei aan dat touwtje. Dat is elke avond zo. Daarom maakt het elke avond ook weer anders. Mm -hmm. En uh, ja, dat, is, dat maakt het ook spannend. Maar je moet natuurlijk niet daar gaan staan en denken: van nou, ik weet het ook niet, dus ik doe maar wat. Dat, dat, als je dat doet, dan gaat het altijd fout. En, en is dat ook iets wat, wat makkelijker wordt naarmate je langer speelt? Om dat touwtje zelf onder controle uh, te houden? Ja, jawel, maar uh, de, uh, de, de spanning van een voorstelling en het, uh, het plezier van een voorstelling zitten er ook juist in dat je met het publiek op zoek gaat naar welke weg gaan we bewandelen en waar komen we dan uit? En als we in een doodlopende straat terechtkomen, wat natuurlijk ook wel eens gebeurt, dan moet je zo snel mogelijk weer terugkomen uh, om te zorgen dat die voorstelling weer verder loopt. Ja, het, ik ik vind dat nog steeds het leukste wat er is om te proberen of, of je dan met het publiek net iets verder kan komen dan je van plan was ja dat heeft te maken met je grapdichtheid of met de uh, manier waarop je ze uh, met elkaar die avond maakt maar ja ik vind het ook leuk om zo stil te krijgen met een mooi liedje of zo dat is ook weer eens wat anders dus er blijft altijd genoeg te ontdekken op zo'n podium absoluut en heb, heb je ook wel gehad dat je denkt nou oké okay, er komt een stilpunt we gaan een doodlopende straat en ik moet zorgen dat we er weer uitkomen en dat je er niet uit bent kunnen komen Mm, nou, kijk, als je, als je, als je op je podium staat en een grap werkt niet, dan heb je natuurlijk wel altijd in je achterzak een paar zinnen waarmee je dan eigenlijk weer probeert de boel weer aan de gang te krijgen. Hè, dus als ik nou een grap had gemaakt die niet aansloeg, dan zei ik bijvoorbeeld: uh, De crematie van deze grap is aanstaande maandag om tien uur s ochtends. <laughs> nou, hoor je, dan gaan mensen door een beetje lachen. Ja, en dan kan je op, ja. op, dat, op dat lachje kan je weer verder. Ja, dat ja, ja, ja. is dan een beetje wat, wat er dan gebeurt. Maar ik heb wel eens. Ik kan me herinneren dat we in. Ach, uh, oh, dat was in, in uh, Zwolle, meen ik. Uh, of die andere plaats die erbij ligt? Kampen. Nee, het was kampen natuurlijk. Het was kampen. Dat ik daar een keer in de kleedkamer met de comedians van tevoren. Uh, hadden we een, 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 een grappige situatie. En toen zei iemand: Dat durf jij niet te zeggen. Dat durf jij niet te zeggen. Ik zei: Nou, ik ga het wel zeggen. Kijken wat er gebeurt. Ja, je wilt toch het publiek uh, verrassen. En toen heb ik werkelijk waar. En ja, uh, dat is natuurlijk. Ik bedoel, well, <laughs> je probeert eens een keer wat uit. Maar dit was natuurlijk. <laughs> bewust uitproberen of het zou lukken of niet. Toen ben ik werkelijk waar begonnen met: Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u er bent. Uh, zijn er ook Joden in Kampen? Nou. Wat ik dus weer niet wist, had ik weer. Op de eerste rij zat het hele college van BMW. Die hadden een avondje uit. De eerste twee rijen stonden op. De hele avond naar de kloten. Een ramp was dat. En ook en... een situatie waar je het niet recht trekt met de crematie nee, het... van deze grap. Nee, nee. nee. Wouter, jij moet hier echt mee doorgaan. Je bent leuk man. Daar red je je ook niet meer uit. Nee, natuurlijk. Dat was ook een hele foute opmerking. Maar je zit in de kleedkamer. Je zit elkaar een beetje op te pijpen. Van ja, dat durf je niet. Dat durf ik wel, durf ik niet. En ik moet je wel zeggen, ik was toen ook geen act. Ik was, heel vaak was ik de MC. Dus de, de Master of Ceremony. Ja, dus ik dat was, was de een spreekstalmeester. Ja. De, ik presenteerde zo'n een avond. Dan kon ik me ook iets meer permitteren. Want ik was niet een act. Alleen die avond ging dat echt volkomen mis. Oh, en, 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 en dit was de opening van de avond? Ja, daarom zeg ik, de eerste twee rijen stonden op. Dat was in, in Kampen. Nee, ik weet, weet wat daar gebeurt, maar dat is zo religieus als ik weet niet wat. Dus je stond op, die zeiden van dit vinden we niet leuk. Um, en dan realiseer je dus ook dat het ook helemaal niet leuk is. Dus dan had je dan ook moeten zeggen. Maar ja, je bent jong, je wil wat. Ja. Ik ga eens wat roepen. Maar ook, ik ben, jij was daar MC, ik ben ook heel vaak bij de MC. Dan moet je dus ook nog elke keer weer een comedian aankondigen en afkondigen. Je blijft ja. de hele tijd met terug. Nee, het is niet maar... dat je je act doet en daarna ben je weg. Nee, maar die hele avond was het lukt. Dat was, dat, was dat was als een soufflé waar de lucht uitloopt. Daar was niks meer van te maken. Dus één keer of twee keer misschien gebeurd. Ik heb ook nog eens een keer een twijfel gehad, liep de helft van de zaal weg. Maar dat was bij een preview en bij een preview komen mensen gratis kijken naar wat er dan dat theaterseizoen in de aanbieding is. Ja. Dus dan lopen ze ook makkelijk weer de zaal uit, want er is dan een andere zaal wat anders aan de hand. Maar dit was wel een absoluut dieptepunt bij mijn stand-up gebeuren. Dat weet ik dan wel. Ja. <laughs> dat je het hebt gezegd, hè? Ja. Kun je het je voorstellen? Niet te geloven, hè? Ja. Maar toch vonden wij dat toen heel erg leuk. Ja, maar, maar dat is ook, je bedenkt backstage met elkaar, dat is leuk, dat gaan we doen, dat ja. kan wel. Ik heb het bijna niet meer meegemaakt dat het publiek is weggelopen. Ik heb het nog wel meegemaakt, uh, en dat is pas vier jaar geleden, dat mensen in de pauze van de oudejaarsconferentie, ik doe ieder jaar een oudejaarsconferentie, Toen ik mee uh, door Nederland, de oudejaarsconferentie zit altijd vaarwel bij mij, dit jaar ook voor de 25e keer achter elkaar. Ik weet niet hoe ik het ervoor gehouden Ik heb het nooit eens 25 jaar volgehouden. Ja, adem. Hè? dat is het enige, maar voor de rest zou ik het niet weten. <laughs> Paar jaar geleden, uh, bij de voorstelling ook in Diligencia, uh, eind december, liepen twee mensen weg in de pauze en toen was de directeur, Lucien, en die is heel voorlijk, die denkt dan bij zijn eigen lopen mensen weg, pakken de jas, gaan weg. Als directeur wil je dan toch weten waarom gaan ze weg. Dus die loopt naar buiten en die vraagt aan de mensen, vond u het niet leuk? En toen bleek dat het twee Amerikanen waren die dachten dat ze naar een optreden gingen van Jacques Brel. <laughs> nou, die is al zo lang dood, die komt er weer bijna terug. Maar kun je je voorstellen wat die mensen voor de eerste helft hebben gehad? Fantastisch, hè? Maar voor de rest, echt weglopen, dat doen mensen niet zo heel veel meer. Nee. Nee, gelukkig niet. Dat is niet goed als de klant wegloopt natuurlijk. Hè? Nee, maar en, en ook nooit gehad dat ze onder, onder protest weg zijn gelopen. Ja, in Kampen. Be... Nou, niet onder protest. Kijk, er zijn wel eens optredens. Er zijn ook optreders die ik geweigerd heb om te gaan doen. Dat je zegt van nou, dat gaan we dus gewoon niet doen. Ik kan me herinneren dat ik een keer uh, met Frits Lambrechts. Frits La Lambrechts, bekende acteur in Nederland. En uh, ook een uh, fantastische uh, zanger. Uh, inmiddels helaas afgedaald tot het niveau van een uh, demente bejaarde... in een scootmobiel in een jumbo-reclame. Um, maar een fantastisch event. Precies <laughs> uh, En Frits die, uh, en ik zouden op gaan treden voor de 100 jaar bondgenoten, fnv bondgenoten of zo, als 100 jaar bestaan van de FNV. ja En uh, Frits is een socialistisch jongetje en ik ben ik ook. Dus ik, we gaan er wat moois van maken. We hebben wekenlang bij hem thuis ook in Amsterdam gerepeteerd. Om een, een mooi st stuk cabaret te maken van ongeveer 30 minuten. Hè, want dat, dat zouden we nog een paar keer op die avond doen. En uh, toen hadden we dat helemaal uh, mooi gemaakt. Een mooie spanningsboog. En uh, helemaal goed uitgeregisseerd. Ja, en toen kwamen we aan op de locatie. Toen bleek dat wij in een soort hokjes stonden naast elkaar met allerlei artiesten. En in het ene hokje stond een Gogelaar en in het andere hokje daarnaast stond een vuurspuger. En daarna stond Gordon te kwelen. Ik zeg, ja, we hebben rust nodig. We moeten een ruimte hebben waar mensen met aandacht kunnen ja. luisteren. En toen is gisteren naar de organisatie gegaan die zei, ja, luister, dat gaan we dus gewoon niet doen. Want dat hebben helemaal gezien. Dit is een verloren wedstrijd. Er staan hiernaast gaan mensen te schreeuwen van... Uh, maar, maar al deze hokjes dada dada stonden op het podium naast elkaar. Nee, een soort hokjes hadden ze gemaakt. Het is dan een grote zaal uh, afgehokt in allerlei verschillende ruimtes. Maar het geluid was natuurlijk... Uh, hey, dat, 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 dat was niet afgesloten. Nee, dus ergens, alle, alle ergens, hokjes waren wel in één en dezelfde ruimte. Ja, maar ze stonden in hun eigen geluid uh, te verhuipen. Wat een dus dat idee. heb ik nog niet gedaan. Dat heb ik niet opgetreden. En dat is eigenlijk zelden dat je niet wil optreden. Ik heb het nog één keer eerder gehad in uh, Nota in Carré, dat ik geweigerd heb om op te treden. Um, en dat had te maken met de geluidsinstallatie. Dat was niet echt een geluidsinstallatie. En dat was voor een Benefiet optreden. Uh, en toen zei die, uh, die directeur van ja, er is wel een microfoon. Die zit op de bas. Er was dus een, een cello. En zat op die cello zat een, uh, een versterkingsdingetje. Daar moest ik dan doorheen gaan praten. Zo'n zo plakmicrofoontje. Ik zeg, hoe kan het nou dat ik in staan, dat er geen microfoon is? Precies. Precies. Dat, dat vertik ik gewoon. Dat We maar. zitten in Elektra in Sliedrecht en zelfs hier hebben ze een microfoon. Precies. Nou, dat zal in de communicatie eens mis zijn gegaan, maar ik zeg, ja, sorry, dat ga ik niet doen, want ik heb morgenavond weer een voorstelling en als ik hier ga staan schreeuwen, heb ik morgen geen stem. En toen was die man helemaal kwaad. Hij, hij hinkte met zijn been, die man, dat weet ik ook nog wel. Een klein mannetje <laughs> hinkte met zijn been. En die zei toen, het was briesend stond hij in de gang Dus toen zei hij tegen mij, ik heb nog nooit meegemaakt in mijn bestaan in Carré als directeur, dat iemand niet wil optreden in Carré. Ik zei, nou, dan heb je dat een keer meegemaakt. Ja. <laughs> Hey, en dan zou ik <laughs> nog mooi vertellen, ik ben naar buiten gegaan en ik was toch teleurgesteld. Toen ben ik onder de hoek gelopen bij Carré en daar stond een bankje. En uh, toen ben ik, even, ik denk, ik ga even uitpuffen. Even, even zitten, Wat het vond toch al wat om te ja, zeggen, ja. ik ga een nieuw dingen in Carré. En toen ben ik gaan zitten en toen kan er een man naast me zitten. En een, een dronkel, op. hij stond naar de drank en uit pis. En ik dacht, wat is dit? Nou ja, je zit er toch even in. En die man begon tegen me aan te praten. Toen dacht ik, vrikt, die vent, die ken ik. Dat was Ramse Shaffi. <laughs> En die hebben heel vaak opgetreden in Carré, dat weten jullie. Ja, dus ja, dacht ja. Ik dacht, nou, als het zo moet, laat dan maar zitten. Dan hoeft het voor mij niet meer. Oh, wat goed. Was dat een antwoord op uw vraag? Zijn oh, er ook shows die je gewoon bij voorbaat al niet hebt gedaan? Dat je de aanvraag binnenkrijgt oh, en denkt: nee, hier ga ik niet eens heen. Dit gaan we sowieso niet doen. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak, dat ze je ergens voor vragen. Um, en dat je dan al aan je klompen aanvoelt na al die jaren van nou, dat gaan het toch niet worden. En dan zeg je beleefd af dat varieert van een wandelvereniging die vraagt of je ergens halverwege het parcours een keertje wil gaan staan, of uh, bedrijven die er niet over hebben nagedacht hoe ze dat uh, precies uh, zien. Uh... Ik heb jouw podcast met Tom Slichting beluisterd. Ik heb veel met Tom vroeger opgetreden. En uh, met, uh, met Guido ook uh, geluisterd, die podcast. En uh, uh, Guido zei iets wat ik ook al jaren roep. Van een bitterbal kan je het niet winnen. Dus als er eten is, dan moet je niet optreden. Dat is, dat is dodelijk. Nee. Um, en een bitterbal is altijd lekkerder dan optreden. Zeker om vijf uur middags. Een bedrijfsklus is altijd aan het einde van de middag. Ga je optreden voor die mensen om een congres af te sluiten. Iedereen heeft honger. En dan komt er een bitterbal langs. Nou, dan ben je verloren. Dus dat, dat weiger ik ook altijd. Dus zeg ik, als de, als de kijk, drank wil ik nog wel eens naar kijken van of dat mogelijk is. Want jullie weten, hoe meer, hoe meer jullie drinken, des te leuker ik word. Um, maar eten ben ik allergisch voor. Dus op tussen de gangen door bij een diner. We gaan naar diner of zo, dat kan er wel. Maar niet tijdens het eten, dat is, dat is dodelijk. En, en is dit een gevalletje uh, door schade en schande wijs geworden? Hmm. Natuurlijk, want als je, als je ziet dat er bitterballen rondgaan, en bitterballen is levensgevaarlijk. Echt, het is een. Het gevaarlijkste voedsel wat er is. Trouwens, ik heb het ook al een keer meegemaakt. Ja, we hebben het er nou over. Het schiet ineens bij me op. Een paar jaar geleden, ik zal de naam niet noemen van de artiest. Eh, dat ik een optreden deed in, uh, uh, in het Circus Theater. 2000 man, helemaal vol. En dat was voor een bedrijf ook. En uh, daar hadden ze dan een artiest voor de pauze. En, uh, en daarna gingen ze dan in de pauze lekker met z'n allen borrelen. En die, 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 dat bedrijf had al zijn beste klanten uitgenodigd. Dus het was een, die avond moest alles goed gaan. En er traden allerlei artiesten op. En, en deze artiest zou dan uh, drie liedjes uh, zingen en dan was het vijf over negen en dan gingen ze aan de bol en dan kwam het in het tweede deel van het programma um, maar het ging zo lekker dat zij dacht bij zichzelf nou weet je wat ik doe ik doe nog een liedje extra en dat was eigenlijk was dat al een liedje te veel maar het uh, had het op een bandje staan en al die dingen dus zij zei ze, nou doe er nog maar één dus deze vijf liedjes en ik presenteerde die avond dus ik stond in de coulissen. ik denk god doe dat nou mee doe dat nou niet <laughs> nou wat gebeurt er vervolgens het publiek is na vijf liedjes hebben ze ook wel gehoord dus de sfeer in de zaal was al een beetje van nou was eigenlijk iets te veel dan Komt het publiek de zaal uit en dan staat er dus een cateraar die, volgens het draaiboek, om zeven minuten over negen 2000 bitterballen klaar had moeten hebben en 2000 biertjes of andere drankjes. Die staat er dus met die handel om om tien van half tien: alles is koud, bier is doodgeslagen. Dus wat krijg je? De klant is ontevreden, het publiek is ontevreden, die die die, cateraar die baalt onze stekker, want die staat er met koude bitterballen. Wij noemen dat in de, in de comedy don't go past the post office. Oftewel, als je een brief post, dan loop je ook niet door. Dan ga je terug naar huis. Dus je hebt gewoon je punt gemaakt en dan moet je wegwezen. Ja. En uh, dat had deze artiest, en als ik noemde de naam niet, maar voor enige uh, financiën ben ik wel bereid te, naam te noemen hoor. Um, <laughs> ja, ik heb ook een slecht jaar gehad. Uh, <laughs> maar dat moet, je dus, dat moet je dus niet hebben. En dat, ja, ik vind dat altijd lastig. Je bent, die, die avond gaat niet om jou. Die avond draait, draait om de, wat die mensen daar aan beleving hebben. Er zit een heel pakket aan vast. Je bent een klein onderdeeltje erin. Ja, 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 ja. En ja, dan moet je niet alle aandacht naar jezelf toetrekken. Wat, dat heb wat, ik wat, wat, wat want hier was je presentator, ging iemand anders de fout in? Wat is, wat is de meest rampzalige bedrijfsgigs die je zelf hebt gedaan? Um, nou ja, echt rampzalig als zijnde van uh, dat het helemaal mislukt. Eerlijk, ah ja, zeg, of, eerlijk of, gezegd, of zware waren omstandigheden. Er is natuurlijk een vrij nou, breed speelt, speelveld daarin. Ja, ik zou even vertellen wat het allerbelangrijkste is bij een bedrijfsvertreden. Uh, dat is een tip naar iedereen die ooit een keer zoiets gaat doen. I in het theater weet ik ondertussen wat mijn publiek is. Want mensen komen naar, uh, naar je toe. Die kopen een kaartje. Die hebben een verwachting. En die verwachting kan je mee gaan spelen. Bij een bedrijfsoptreden uh, hebben mensen vaak ook geen idee. Want dat is het amusement. Oh, wie komt er? Nou, die komt er. Of ze, of, zo, of ze hebben een hele andere verwachting. Het allerbelangrijkste is. Wie zit er in de zaal? En dat bepaalt het succes van jouw optreden. En als je niet weet wie er in de zaal zitten, uh, dan, dan, wordt het, dan wordt het heel erg. Maar je kan een publiek, wat zelfs heel lastig is... Ook al weet je, ik heb een congres gedaan, 100 jaar... Uh, of nee, niet 100 jaar, dat was een jaarcongres van de urologen bijvoorbeeld. Hè, de loodgieters, je weet wat ik bedoel. <laughs> nou, dat zijn ook niet de meest frisse figuren natuurlijk. Uh, maar dat, dat de mensen toch aan het lachen uh, krijgen. Uh, wat, wat wel heel lastig is, moet ik zeggen. Uh, maar het is nu wel twee keer gelukt. Dat zijn sporters. Uh, sporters is... Uh, er wordt vaak gezegd in Limburg zijn ze stug, of in Noord-Holland zijn ze stug, of Friesland is allemaal onzin. Uh, Groningen, het maakt helemaal niet uit. Mensen zijn allemaal, uh, zijn allemaal in voor humor. Maar sporters zijn natuurlijk mensen die zijn tien jaar lang bezig om te Olympische Spelen 0,0001 seconden sneller te gaan met, met het uh, gemengde handboogschieten. Of <laughs> hebben er ook naar nou zitten kijken, naar gemengde handboog, <laughs> Dan nooit naar gekeken. Ik denk, waarom zit ik dat nu naar te kijken? En die mensen zijn dus heel lastig om, 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 ja, om die aan het lachen te krijgen. Ik werd gevraagd door Jaap de Groot, Dat was de toenmalige chef sport van de Telegraaf. Hij zegt nou ja. Hij zegt, ik zal je eerlijk vertellen. Vorig jaar is hij in Cabriolet geweest. Uh, bij een gala wat wij organiseren. Die is uh, afgegaan. Daarvoor is er een. Die is halverwege weggelopen. Die durfde gewoon niet meer. Zou jij het willen proberen? En dat was het. <laughs> en dat was het tennis van de Telegraaf. Het waren allemaal tennisses. Dat zijn ook uh, nogal stugge figuren, blijkbaar. En dat was in een hotel in Amsterdam. En uh, ik heb dat gecheckt met Marcel Mesker. Marcel Mesker, de, uh, de commentator. En die komt ook uit Den Haag. En die zei: Ja, het is inderdaad heel lastig voor maar, maar ik had zoiets van: nou, Richard Krajcik is ook niet aan het lachen te krijgen, natuurlijk. Die was altijd serieus. Ik denk als me dat lukt. En nou, die zat in de zaal, natuurlijk. En dat lukte, het was glorieus. We hebben een leuke avond gehad. En toen belde Jaap uh, de volgende dag: Hij zei nou, gefeliciteerd dat je dat gelukt is. Je zegt ja, ja, jij zei dat het niet <laughs> ging lukken. Maar het is wel gelukt. Dus hij zegt, nou dan heb ik nog een klus voor je. In januari, het schaatsgala. <laughs> hij zegt, dat gaat je helemaal nooit lukken. <laughs> die schaatsen zijn helemaal verschrikkelijk. Dus er zit daar dus Sven Kramer en al die mensen zitten. Nou, die heb ik ook aan het lachen gekregen. Um, het, is, het is een kwestie van uh, weten wat, het publiek, uh, wat er in het publiek zit en wat het publiek wil. Uh, en daarmee spelen met die verwachting. Ja. Dus niet een standaard ding doen of denken van nou, hier gaan ze tol om lachen, maar een beetje voelen in de zaal hoe of wat. Kijk, als ik weet dat mensen heel prestatiegericht zijn, dan kan ik het gaan hebben over zaken als uh, bewustzijn of over uh, discipline of over energie of, uh, of over ambitie die je kan hebben. Ja, en, en daar zijn mensen dan wel weer ineens, dat tappen ze ineens wel op niks. Oh, ja, ambitie, ja, die heb ik natuurlijk ook. Want ik wil toch een keer de Olympische Spelen van Hongkong winnen. Snap je dus? Dan ga je daarop door. Maar, maar, maar dit, dit is wel bij uitstek iets wat je, wat je nu weet of wat je weet als je een tijd lang dit doet. Ja. Maar wat je zeker in het begin nog helemaal niet weet. Omdat je denkt, ik heb dit half uurtje of dit setje nee. en dit doe ik gewoon overal. En dan neem je zo'n klus toch aan, omdat je denkt, dat is een goede factuur. Nou nee, dat heb ik nooit gedacht. Nee? Nee, nee. nee. eerlijk gezegd. Uh, mijn boekhouder ook altijd. zegt, je moet meer van dat soort dingen gaan doen die, die bedrijfsoptreders. Dus dat levert geld op. Ik zeg, ja, maar ik moet het ook zelf leuk vinden. Um, een innerlijke noodzaak van mij is er om toch uh, de wereld uh, te laten zien dat zij in dwaling verkeert. Zal ik maar zeggen, zoals uh, in het boek van Don Quijot dat zo mooi wordt gezegd. En daaruit komt alles uh, voort. En als je begint, kijk, het is heel simpel. Ik ben begonnen uh, ik ben een, een autodidact. Ik heb geen kleine kunstjes geleerd op Klein Kunstacademisch. Ik wacht daarvan. Ik snap niet dat mensen een opleiding gaan volgen om iets te gaan doen waar je ontzettend enthousiast over bent. Waar je uh, hopelijk talent voor hebt, maar wat je heel graag wil. Waarom zou ik dan een jury gaan laten bejureren? Uh, wat ik op een podium doe. Rot op. Die gasten hebben er zelf nog nooit gestaan. Dus ik heb gezegd tegen mezelf: Ik ga kilometers maken. Dat betekent dat je de lange weg neemt. Yep. En dat betekent heel veel optredens. Heel veel op je bek gaan. Maar ja, voordat op je bek gaan is ook vooruitgang. Als je er tenminste wel van leert. En op die manier ben ik er gekomen. En dan kan ik iedereen aanraden om het op zo'n manier te doen. Er zijn natuurlijk boeken volgeschreven over humor, er zijn een hele rijen en zo. Maar uiteindelijk gaat het toch om wat je er, wat je er zelf mee wil doen. En daar moet als het goed is ook plezier in zitten. En Absoluut. dan ga je ermee door. Ja, dan moet het niet op werken gaan lijken. Nee, en, en dat is het punt, juist vaak bij dat soort optreden, dat het op werk lijkt. Ja, maar dat voelen mensen instinctief aan. Mensen voelen dat aan. Ook de mensen die hier vanavond zitten, die hebben zich toch een beetje, hè, die hebben het snel even wat gegeten, want die weten van om 8 uur gaan we beginnen. Dus die staan nog even snel een bakje koffie achterover. En die denken van nou ik moet zorgen dat ik op tijd in die zaal zit. Die mensen zijn niet van plan om een kutavond te hebben. Die mensen zijn van plan om een leuke avond te gaan hebben met z'n allen. Zoals Telau altijd zei, als een optreden mislukt, dan komt dat omdat jouw instelling niet deugde. De instelling waarmee je het podium op gaat. En dat heeft Telau ook uit ervaring meegemaakt. Want die dronk nog wel eens een fles whisky leeg voor het optreden. <laughs> nou, dan ben je dat toch een heel andere avond. Niet alleen voor hem, maar ook voor het publiek. Dan was het ineens niet meer blauw, maar rood. Dus uh, je hebt het eigenlijk toch heel vaak aan jezelf te danken als het niet goed gaat. Ik zeg altijd, ik doe alles spontaan, maar ik heb er eerst over nagedacht. Je, je kan best van tevoren denken van, goh, hè, we kijken altijd langs het gordijntje heen. Wat is er voor zaal? Wie zit er in de zaal? Is, er, is er een vrij gezellige gezelschap of uh, is er een damesclub? Dan kan je er ook een rekening mee gaan houden natuurlijk. Ja. En dan weet je dat van tevoren. En dat is een manier van de zaal bespelen: om te kijken van nou die, die gaat lachen. Nou, Harijekjes kan, kan dat heel goed zien. Als iemand in de zaal lacht, dan kijkt hij die, die persoon aan. En dan moet je maar eens opletten, dat doet hij heel goed. Dan gaat een groepje daar daaromheen gaat zitten lachen. Want die denken, hé, oh jee, ik eens naar mij. En het is een leuke grap ook natuurlijk, dan wel wezen. En, en dan vervolgens gaat hij dan, in dat, in dat gebiedje, gaat hij nog meer om zich heen kijken. En dan kijkt hij met die ogen zo. Dat hebben we hebben allemaal eens gezien. Hey Arie, ja, 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 ja. Zo. En daarmee neemt hij het publiek mee als het ware in de lach. En dan zie je die zaal, die gaat als het ware in zijn geheel, gaat de lach rollen. Het is bijzonder om te zien. Het is een, een hele mooie techniek die hij heeft. Dan moet je ook nog wel goede grappen hebben, natuurlijk, Wouter, begrijp ik wel. Ja, geen zin. Maar je kan dus een zaal ook bespelen. Maar dat is ook een ambacht. Dat moet je ook achter zien te komen hoe dat nou precies werkt. Er zijn mensen die zijn daar heel goed in. En er zijn mensen die vinden het vreselijk om op te treden. Terwijl ze heel erg leuk zijn. Martine Bel vond het vreselijk om op te treden. Die, had, die is ook gestopt gewoon uit, uit stage fright noemen we dat. Die durfde gewoon niet meer op het podium te staan. En nog steeds zijn er artiesten. Ik heb, ik heb Sting meegemaakt in de Statenhal. Trad er ooit een keer Sting op. En mijn broer was daar hoofdbeveiliging. Dus ik liet daar een beetje backstage interessant te doen. En toen, vijf minuten voor het optreden, lag Sting met zijn armen om de wc-pot gevouwen te kotsen. Heerlijk waar. De man heeft dus enorme angst om op te treden. Dat gaat na een paar liedjes gelukkig wel weg. Maar dat heeft hij zijn leven lang al. Die mensen hebben het natuurlijk ook, die het gewoon heel erg vinden. Terwijl ze het heel erg goed kunnen doen op het podium. Nou, daar heb ik gelukkig geen last van. Maar dat had je al in de gaten. <laughs> oh, ik, ik ken dit verhaal wel van Henk Westbroek, die altijd een, een emmer in de coulisse heeft staan voor, als hij over zijn nek moet. Overigens weet maar ik niet dat komt dat... ergens anders van, kan ja. je vertellen? Ik wil zeggen, ik weet niet of het van de liedjes is of van de zetel. Uh, maar... Bij Henk is het meer uh, 24 uur in de dag, 24 flesjes in de krat. Is het toeval? Dacht het niet. <laughs> dat is, dat is, <laughs> dat is, dat is <laughs> eigenlijk een versproek. Hoi, Wouter hier. Leuk dat je elektra luistert hier op YouTube. Vind je dit een leuke aflevering? Laat het dan hieronder weten in de comments. Geef ook even een duim omhoog. Dan zorgt het algoritme van YouTube dat meer mensen hem te zien krijgen. En vergeet niet te abonneren. Als je dan ook nog even op die bel klikt, krijg je altijd even een berichtje als er een nieuwe aflevering online staat. Wil je de podcast steunen met een eenmalige donatie van bijvoorbeeld 5 euro? Of wil je misschien wel maandelijks wat doneren? Ga dan naar elektrapodcast.nl. Oké, okay, snel terug naar Sjaak. Je, zei al, je, je, je moet er plezier in hebben, dat is het belangrijkste. Is er een show waar je, waar je op terugkijkt van de afgelopen 25 jaar dat je de dat je weg ging dacht. Oh, hier heb ik zelf ook echt gewoon helemaal geen plezier aan beleefd? Nou, daar zijn wel. Kijk, wat ik bijvoorbeeld, ik, ik, heb, ik treed vrij veel op in het jaar. Hè? Ik, mm. ik heb vrij veel optredens. Het zijn er meestal toch wel 100, 120. En dan, uh, dan treed je op, op avonden op, uh, dat er bijvoorbeeld in Nederland iets ergs gebeurt, of in de wereld iets ergs gebeurt. En dan heb, heb ik het echt over dingen als 9-11, de mh 17 ramp um, En de vraag is, wat ga je dan die avond doen? Ga je het erover hebben? Uh, laat je het uh, liggen? Uh, kan je er iets mee? Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren. Ik stond, dat zijn van die dingen die je nooit vergeet. Uh, de vuurwerkramp in Enschede. Ik stond in het theater in Eindhoven. Uh, daar had je toen drie zalen. Je had een, een benedenzaal, dat was een ronde zaal. En je had een middenzaal, noemen ze dat. Dus twee, 500 man. En je had een hele grote zaal. Ja. En ik stond in die middenzaal. En in de grote zaal stond Bert Visser. En we kwamen aan in het theater. Toen was het was natuurlijk net de boel ontploft. Het was op een zaterdagweek, maar goed. Het was in de zomer. Op het begin van de zomer. En toen, uh, toen stond ik echt zo aan te kijken: van we gaan we hier nou mee doen. Want to toen was het erg. Nou, er is een ramp gebeurd. En er is iets verschrikkelijks gebeurd. Ja, en Bert zei: ja, Bert had natuurlijk gewoon een show die hij altijd speelde. Want Bert is een uh, jongen die ook wel improviseert, maar binnen zijn eigen voorstelling. Ik moet het vaak van de actualiteit hebben. Ja, hij zei: Ik ga gewoon optreden. Ik ga het er niet over hebben. En ik had zoiets van: ja, ik ga ook optreden. Maar ik ga het in ieder geval benoemen. Ja, het hangt in de lucht natuurlijk. Je kan dat niet laten hangen. Je en zeker bij maar. wat jij doet als het zo over de actualiteit gaat, kan ja. je het niet niet ja. benoemen. Klopt. Alleen op dat moment was het nog heel onduidelijk hoeveel slachtoffers er waren, wat er nou precies gebeurd was. Ja, was een vuurwerkramp, een fabriek ontploft. Um, was het 6 mei, ja? Of, ja, 6 mei was het. 6 mei uh, 2002 geloof ik, Pim Fortuyn, de moord op Pim uh, Ik stond in het kruispunt in Barendrecht, een previewavond weer. Samen met een paar jongens, Frank van Pamelen uh, was erbij, de Aston Brothers waren erbij, ik was erbij. En ik zat met de directeur te eten, vijf over zes kreeg ik een telefoontje, Pim Fortuyn is vermoord. Wat ga je dan doen die avond? Gaan we door of gaan we niet door? Nou, de helft zei van nou ik ga niet meer optreden, ik vind het zo verschrikkelijk. En ik zei samen met de Aston Brothers trouwens, uh, luister als het publiek komt, dan gaan we optreden. Want blijkbaar heeft men, heeft men dan toch behoefte om op te treden. Ja. Uh, of om te kijken naar amusement. En de zaal zat vol en we hebben inderdaad samen met de Aston Brothers hebben wij nog opgetreden. Uh, maar de rest niet. Zo zou je altijd wel iets meemaken. Dus je denkt van ja, hmm, ja nou, ik probeer het altijd wel en, te benoemen. En, en hoe, hoe gaat zo'n avond dan als je het wel benoemt? Want je legt dan ook wel gewoon een heel zwaar ding in de zaal neer. Hmm. Je moet het natuurlijk niet neerleggen, je moet er wel wat mee doen. Ik kan wel zeggen: oh, wat erger van de vuurramp. Verschrikkelijk vuurramp. Oh, ik stond vorige week bij de supermarkt. Nee, dat gaat niet. Mijn ervaring is: ook weer een tip voor uh, de beginnende dan wel de gevoerde cabaretier. Mijn tip is: als het iets heel ergs is als het echt, zoals nu met Peter R. de Vries of van Loo, als het echt heel erg is... Um, kan de zaal het hebben als je het persoonlijk maakt. Oftewel, de MH17-ramp. Daar kan ik me niet voorstellen dat je daar iets grappigs over kan vertellen. Maar je kan het wel benoemen en je kan het persoonlijk maken. Ik was op die ramp van de MH17... Uh, zat ik in Canada en ik zat... Uh, het was daar ochtend, toen werd duidelijk dat wat er gebeurd was. Um, en ik zat naar orka's gaan kijken. Dus ik zat in een rubberen bootje. En uh, was ik op weg om orka's te gaan bekijken. Als je me eens meeneemt in zo'n persoonlijk verhaal, van goh. En toen kwam ik terug op de camping en toen uh, stond daar een vrouw te huilen. Want die had mijn nummerplaat gezien. Van, uh, of, um, nee, dat is niet waar. We hadden een, een camper gehuurd toen. Mijn uh, toenmalige uh, vriendin, die heb, ik heb altijd wel een vriendin. Um, die had met die vrouw staan praten inderdaad. En die vertelde dus. Uh, zij kwam uit de Oekraïne, die vrouw. En die stond te huilen. Die zei: Ik vond het zo erg voor jullie. Ik vind het zo erg dat wij dat hebben gedaan. Alsof zij het gedaan had. hè. Kijk, met zo'n verhaal benoem je het wel, ja, maak ja, ja. er geen grap over. Maar we, we hebben het er wel even over gehad. Want dat het erg is en dat het verschrikkelijk is, dat hoef ik niet te zeggen, dat weet iedereen al. En pas als er veel tijd overheen gegaan is, dus want nu kom ik dan bij het eind van het jaar, want dat gebeurde natuurlijk in juli, was dat. Eind van het jaar bij de Oudejaarsconferentie. Dan is er tijd overheen gegaan. En dat is ook weer zo'n mooie wijsheid, maar het is echt waar. Afstand schept inzicht. Pas na een langere tijd, als er, als er een tijd overheen gaat, dan kan je er toch om lachen. Als we iemand uh, verliezen in ons midden, uh, hè, uit de familie of wat dan ook, het is allemaal verschrikkelijk. Dan wordt misschien wel eens een grapje gemaakt bij de, bij de uitvaart. Maar pas als het voorbij is een tijdje, uh, dan, dan kan je er eens een keer echt een keer toch om lachen om zo iemand. Nou, dat was in dit geval dus ook zo. Eind van het jaar uh, kon ik nog niet echt lachen om die ramp, maar we konden het wel op een of andere manier verwerken. En vreemd genoeg, uh, de aanleiding weet ik niet meer, kwam ik toen op een medley terecht van liedjes van André Rieu. En toen had ik in die met, die had ik allemaal uh, de bekende Strauss maar dan uh, met allemaal liedjes over iemand die was overleden. En dat was voor de pauze. Uh, en en het, het is ongelooflijk, maar het publiek ging, ging walsend de zaal uit. En dan had je dus toch iets van die ramp gemaakt. Uh, en dat waren echt wel uh, behoorlijk stevige teksten. Uh, dusdanig dat ik André Ria nog gesproken heb daarna, nou, want die, die belde, dat was op televisie, belde die op. En die zei jong oh, 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 oh. zo. Ik pleur hoor nog op het denk ik dat zo'n idioot. En uh, toen belde hij even later, belde ze zoon terug. En zei ja, met, uh, dat was mijn vader. Dat Limburgse accent. Hij vond het echt leuk, was een mooi gedaan. En die kijkt nu, ieder jaar kijkt die, op 1 januari wordt de oudejaarsconferens herhaald op TV West. En dan zitten ze met de hele familie zitten te kijken naar die oudejaarsconferens. En altijd belt hij weer op: Mocht was een leuk met alles. Als je hem ziet, zou je niet denken dat hij zo praat, maar dat is echt waar. Hè? Dus je probeert toch met de dingen die niet... Kijk, daar is humor ook voor bedoeld. Om om te gaan met de dingen in het leven die nou eigenlijk niet zo heel erg leuk zijn. Daarom hebben we humor gekregen. Hè, er zijn een paar dingen waarin we ons onderscheiden van andere dieren. Uh, uh, we hebben een schuldgevoel. Er zijn heel veel bedoel, dieren geweest met een schuldgevoel. Het is geen leeuw die denkt van, nou, dat hertje laat maar lopen. Vind je zo zielig? <laughs> dat hebben we niet. Nee. Ten tweede zijn we ons bewust van onze eigen sterfelijkheid. Wij weten dat we doodgaan. Een, een, een eendagsvlieg een, weet dat niet, gelukkig maar. En ten derde zijn we het enige geweest op deze planeet met humor. En die hebben we gekregen om om te kunnen gaan met de dingen die niet zo prettig zijn in het leven. Het is toch een beetje de pleister op de wonden. Ja, daar, ja. daar is humor voor bedoeld. Nou ja, de, de, deze hele podcast is gebouwd om het idee, je werkt naar iets toe, maar je maakt verschrikkelijke dingen mee. En daar lach je later om. Ja. Dit en hoe ook... erg het ook is, je mag er toch om lachen. Het was, het was um, uh, Max Terieur, beroemde oude moppentapper. Max Terieur maakte altijd moppen over Sam en Moes, Joodse... Joodse Humorist. En uh, die, die zei dat er zelfs in de, in de concentratiekampen hadden, uh, hadden ze gelachen. En toen zei hij dat uh, er werd gelachen, want dat was lachen om niet te huilen. Dus het was een overlevingsmechanisme. Ja. En dat hadden ze gewoon grappen. Dan zeiden ze gewoon tegen elkaar: zie je, zie je die uh, bewaker daarachter dat het prikkeldraad? Zie je dat? Dat was zielig. Helemaal als ze dachten dat het prikkeldraad. Is dat zielig dan? Zie je dat? <laughs> dat is fantastisch, als je het zo kan zien, hè? Als je het zo kan omdraaien. Dat is mooi. Geweldig. Hey, je, hebt, je hebt een A4'tje met allerlei aantekeningen. Ja. Nou, ik, je had gezegd de dingen die misgaan. en toen, ja, dan moet ik echt een selectie maken, anders hang ik heel het boekwerk mee kunnen nemen. Um, maar goed, uh, ja, er zijn een paar dingen waarvan ik dacht: van god, is het misschien wel leuk om het, om het uh, over te hebben. Oh, ik zie hier staan Lowlands, ook zo'n optreden. Dat, je bij, dat is ook weer zo'n moment. Dan sta je dus op Lowlands in, in, in dat was de Alpha Bravo tent, weet ik het. Ja, en dat groot, moet het grote muziekfestival, allerlei tenten, enorm ja. ding. En, en Lowlands is dan een, een, een festival waar iedereen echt vo volledig uit zijn pan flipt. Men slaapt op de camping, men uh, zuipt overal, uh, men, men pist overal, men poept overal. Het is één grote uh, varkensstal. En zo'n tent is dat ook. Dus dat moet je je voorstellen. Je komt dan op en, en je ziet eigenlijk een, een kolkende mensenmassa. Een één grote vriemelende vleessalade. Dat is het eigenlijk. <laughs> en die moet je dan zien te veroveren. Hè? Dan moet je... Moet je ja, <laughs> En ik dacht, ik moet die mensen erbij betrekken in die zaal. Er zijn allemaal jongelui, iedereen is helemaal van in de Malorm. Ik denk, hoe krijg ik ze nou zo gek? Dus uh, ik, ging, ik stond op het podium en uh, er stond er een voor dat podium en die wilde wat zeggen. Ik denk, nou, dat is mooi. Dan heb je een connectie met het publiek. Hè? Hij is eigenlijk, moet je ook onthouden als je hier staat op het podium en iemand zegt, iets dus in het publiek. Uh, het is niet als iemand die zegt, de bedoeling om gelijk af te bekken. Want degene die dat zegt, wordt door de rest van de zaal gezien. Al het is één entiteit, dit het zijn allemaal individuen maar het is één entiteit. Iedereen zegt, nou, dat is een is, is van ons. Ook al kennen we die man helemaal niet. Ja, ik zit in jou te wijzen, gozer, maar het is niet tussen je aangesproken. Maar, um, dus wat je tegen, tegen hem zegt, zeg je ook tegen de zaal. Ja. En de zaal zal zich altijd tegen je keren als hij iets, uh, iets naars zegt. Zonder dat daar een reden voor is, althans. Precies. Ik kan duizend nare dingen zeggen, maar dan moet hij eerst iets zeggen... waardoor ik een reden heb om iets naars terug te zeggen. Maar goed, ik dacht bij Lowlands, moet je, je voorstellen... duizend man, wat is het, vijfhonderd man in zijn tent. En je denkt zelf, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga die mensen uh, een leuke avond bezorgen een leuke middag. Uh, en die gozer zat me te vragen, mag ik die microfoon? Ik denk, weet je wat ik doe? Ik geef hem die microfoon. Dan kan hij even wat zeggen namens de zaal. <laughs> en daarna kan ik lekker door. Nou, die microfoon heb teruggezien. <laughs> die, die teruggezien. Het snoertje had ik nog. Hij zei, vandoor, ga met die microfoon. En die heeft hij waarschijnlijk nu ergens in, 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 in waar hij woont, in stadskanaal, heeft hij dat ingelijst van ah, dit is een microfoon. Die heb ik gegaan op Lones. Was dat niet je oude handdanser die dacht, nou dan maak ik het nog een beetje goed, uh, die slechte betaling. Nou nee, nee dat, was, dat had wel gekund trouwens. Maar je moet zeker bij Lones opletten. dat was dat was ook trouwens ook zo mooi. Uh, de Jong had toen een hit met een liedje dat heette Na de Dood. Is er leven na de dood. En die had met een biersponsor voor elkaar gekregen dat hij 2000 sambaballen had gekregen met de naam van die bierbrouwer uh, uh, erop. En die werden uitgedeeld in het publiek, want zo direct zou geen jongen op gaan treden met uh, is er leven na de dood. Nou, die kwam ook op om op te treden, maar die kreeg dus <laughs> gewoon 2000 van die dingen na zijn hoofd gegooid. <laughs> nou, toepasselijk liedje, maar uh, een echt succes werd het niet. Altijd <laughs> heel erg opletten, echt. Het is. Uh, het publiek is natuurlijk uh, ja, het is een levend organisme dat is, en in het theater is dat gelukkig uh, wat minder, maar bij dat soort optredens moet je echt uh, ja, moet je, moet je vlammen, moet je, uh, moet je knallen. Als je, als je dat niet doet, dan heb, je wel een, uh, ja, dan heb je wel een probleem moet ik zeggen. Ja, maar sowieso, wat, wat, wat gebeurde er in je hoofd dat je dacht het is een goed idee om de jongen de microfoon te geven? Want dat is toch een redelijk gouden regel dat je nooit je microfoon afgeeft? Ja, dat weet je. sinds die dag weet ik dat ook. <laughs> Ervaring is een heel raar iets. Ervaring is iets wat je meestal krijgt. vlak nadat je het nodig had. <laughs> en dan, dan was je echt het geval. Ja, ja. Had ik weet het niet, ik kan kunnen doen. Kijk, er zijn wel dingen. Ik, ik, wat ik bijvoorbeeld ook een keer heb gedaan. Ik heb het daarna nooit meer gedaan. Ik, um, kijk, het gebruik van uh, geestverruimende. Uh, dan wel verstandsverbredende middelen. Dat is. Uh, voor mij een no-go. Ik vind de realiteit brengt mij op een hoger bewustzijnsniveau. Ik sta gewoon heel snel op, soggens, En dan heb ik al een soort high, dan denk ik ah, gaan we weer met z'n allen. Uh, maar er zijn natuurlijk mensen die het wel nodig hebben. Ik heb daar wel schrijnende voorbeelden van gezien. Uh, van mensen die toch echt wel uh, te veel moesten drinken voordat ze het podium opgingen. Mm -hmm. En dat kwam vaak omdat mensen dan een paar whiskytjes namen. En dan ging het goed. En dan dachten ze, nou, als ik een paar whiskytjes, dan ik een beetje, ik voel ik me wel goed. Maar dan ging het een keer niet goed. En dan was het niet van, nou misschien moet ik minder whisky drinken. Nee, dan was het van de keer niet genoeg whisky gedronken. Dus er werd weer meer gedronken. Nou, er zijn Een paar jongens heb ik echt linksaf zien gaan uh, door dat soort uh, mm. dingen. En zelf heb ik ooit een keer, uh, was ook een stand-up optreden, in het Werftheater in, in Utrecht. Uh, opgetreden met John Feely. En John Feely was een Engelse uh, komiek. Yep. hele goede komiek. Ik denk dat je op YouTube nog wel filmpjes kan vinden van John Feely. Sowieso, en ook. als ik jullie zeg, John Feely is de man van Put It In Your Zakje. Ja. Dan weten jullie allemaal wie Albert John Feely is. Albert Heijn Zakje, inderdaad. Uh, en John uh, had de gewoonte om voor het optreden altijd te blowen. Dat ja. vond hij uh, een normale zaak. En, uh, hij, hij woonde ook in Amsterdam en hij vond het hartstikke leuk. Maar dat was natuurlijk allemaal uh, uh, van die genetisch gemanipuleerde wiet die hij bij zich had. Maar John was jarig die dag in het theater. En ik zou de, voor uh, de pauze optreden, hij na de pauze. En mijn toenmalige vriendin, want toen had ik ook weer een vriendin, <laughs> uh, die, die zei: Joh, Doe je nou ook eens een keer mee met ons, want die zat ook al te blouwen. Ik zei: Ja, dat moet hij niet meer beginnen. Nou goed, ik weet niet of je het Theater kent, heel klein. Klote kleedkamer achter het podium. Het is sowieso dus een, denk, nou, een theater wat regelmatig in deze podcast voorbij komt. Oh. Vooral vanwege het ontbreken van een wc in die kleine kleedkamer. Ja, dat klopt. Terwijl het eigenlijk een soort rioolbuis is waar je in staat. <laughs> ja, dat is echt een soort... Enfin, ik uh, blowen en toen, ben ik, toen ben ik, uh, moest ik op. En het meest beangstigende is dat die mensen hebben zich helemaal, helemaal suf gelachen. <laughs> Ik heb volgens mij publiek er nooit zo hard zien lachen. En ik heb tot op de dag van vandaag geen idee wat ik daar sta aan vertellen. En ik vond dat zo beangstigend. Ik denk: dit ga ik nooit meer doen. Verschrikkelijk. Maar ja, John deed dan na de pauze. Dat was helemaal, die leefde daar gewoon op. Ja, helaas. John is daar helaas een heel goed voorbeeld van hoe dat mis kan gaan. Ik heb een paar jaar ja. geleden ook nog met hem gespeeld. Uh, Toen speelden we uh, in Scheveningen boven op de pier. ...had je oh ja, die comedy. comedy... ...en daar, daar speelde John ook nog een tijd lang... ...en het was te gek om met hem te werken... ...maar je, je kon ruiken wanneer hij eraan kwam inderdaad. John was een hele goede komiek... ...hij is begonnen samen met Eddie Izzard... ...natuurlijk een van de grote Engelse komieken... ...en dus, uh, zijn stijl was ook van, van John... ...dat is trouwens ook wel leuk om even te vermelden... ...dat zo'n stijl ook uh, ergens vandaan komt. John ging eigenlijk daar staan... ...en dan begon hij eerst een beetje raar te doen... ...een beetje ouwehoeren over dingen... ...waar je denkt, waar gaat het over? Hij, het lijkt wel alsof hij gebloot heeft... ...dat had hij dan ook... Maar daarna begon hij dan zijn verhaal. Dat was eigenlijk wat hij met Eddie Izzard ook vroeger deed. Die jongens zijn op straat begonnen. Ze waren straatartiesten. Ja. Dus dan ga je, wat ze dan noemen, parade maken. Je gaat proberen het publiek te trekken. En is in de stijl van Eddie Izzard, als je dat ziet, al die opnames van hem, als hij begint met een optreden, dat de eerste vijf minuten gaan helemaal nergens over. steeds hij te frummelen met die microfoon en dan staat hij ja zo yes, so is je. En dat was altijd een manier om aandacht te trekken. En dan begonnen ze pas. En John had dat ook. Een stijl van optreden is natuurlijk ook iets wat het publiek kan uh, plezieren. ...de manier waarop je daar staat. Ja, absoluut. En hij heeft iets ook als hij er staat... ...waardoor je gelijk ja. mee bent. Ja, en uh, dat is ook knap. Alleen daarna moet je natuurlijk wel iets doen. En ik heb eerlijk gezegd heel veel... ...zeker in die stand-up tijd... ...wat dat betreft het publiek is ook een, een raar iets... ...want uh, er waren jongens die stonden dan een kwartier op het podium... ...en die hadden dan zeg maar 10 uh, minuten briljant materiaal... ...en die laatste paar minuten dan zakte het een beetje in. De laatste grap was niet goed en dan liep was weg... En dan had je ook gasten die hadden dan tien minuten helemaal ruk, dan gebeurde helemaal niks. Geen leuke grappen, niks. Maar de laatste vijf minuten waren briljant. En dan was het altijd in de pauze om van open afloop. Dan was die tweede jongen, was eigenlijk heel goed. Dat was een goede komiek, hè? Ja, alles goed. Terwijl eigenlijk alleen de laatste vijf minuten goed waren. En die anderen waren de eerste tien minuten goed. Dus het laatste wat je doet, onthouden mensen het langst. Ja. Is ook essentieel. Absoluut. Dat, dat is en dat ik. moet goed zijn. Zoals David Bowie zei: je bent zo goed als je laatste hit. En dat is het ook. Nou jij weer. <laughs> Wat, wat is de, dan, uh, als we het over laatste dingen hebben, de laatste show waar jij op terugkijkt en denkt: Oh jezus, dat was een pittige? Um, nou ja, eerlijk gezegd uh, is dat nog niet zo lang geleden. Want we hebben natuurlijk uh, de tijd meegemaakt met corontje. En in, uh, in, in november en december. Kijk, ik maak een oudejaarsconferentie. En normaal doe je dan 50 of 55 voorstellingen. En uh, dat was een uh, hinkstapsprong. Dan mochten we wel, dan mochten we niet. Dan weer met 30 man. Uh, dus dat was heel moeilijk. Het publiek bleef ook uh, daardoor hangen. Die dacht van ja, wat gaan we nou doen? En uh, nou, mocht er mochten 30 man in. Dan sta je vier keer op een dag op te treden. Dat is ook niet echt uh, bevorderlijk voor je energie. En, en, maar je wil dan toch zoveel mogelijk mensen plezieren. Maar dat was wel heel lastig. Omdat je dan met 30 man krijg je geen lach. Uh, in een zaal waar je wat mee kan op een podium. En ik heb altijd een oudejaarsconferentie op televisie. Die nemen op. Uh, dus je wilt dat, dat, dat is een mooi, ge, een mooi gebakje wat je dan wil laten mm Het -hmm. moet niet, niet een halpunning zijn, dat moet echt een mooi gebakje zijn. En daar werk je dan een hele maand aan om dat zo goed mogelijk te krijgen. Ja, dat is, dat is toen op een andere manier gebeurd, want op een gegeven moment, begin december, was het duidelijk. Uh, het moet allemaal dicht gaan. Um, en met 30 man in de zaal, ja, de timing is belangrijk. Hè? Als je je eens grap staat te vertellen, de timing is toch het moment waarop je de volgende grap weer in gaat zetten. En ja, dan zat het eind te lachen en daarheen. En in het midden zag je er één kijken: van ik snap hem niet. En dat is in een grote zaal dat is dat niet erg, maar als er maar een paar mensen zitten, dan kijk nee, je kijkt ze aan en denk je, och, jee. Dus toen heb ik gezegd, ik ga helemaal niet meer publiek optreden. Ik kapte mee toen ben ik gaan werken aan een tv-uitzending. En dat heb ik dan gedaan en dat is hartstikke leuk. Ze staat binnenkort bij mij op de website ook, van wel 2020. Uh, in de director's cut, dus ook de lange versie, want we konden niet alles kijken op de televisie. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om een keer te doen, maar dat gaan we niet nog een keer doen. Eigenlijk was dat wel het, uh, zwaar, dat ik dacht van, oeh, dit is toch wel... Uh, want want je, je speelde je show, maar dan gewoon zonder publiek? Of heb je er echt een andere vorm van gemaakt? Uh, ik heb er een andere vorm van gemaakt. Ik, heb, uh, ik ben door het theater heen gelopen. Ik had, die Legentia was dicht, dus ik kreeg de sleutel. Dus ik ben gewoon in die Legentia allerlei uh, ruimtes in geweest. En, uh, uh, ik heb met een strijkplank in de coulissen gestaan. Ik heb allemaal dingen gedaan waarvan je dan denkt... Uh, dat is net even wat anders als mensen van je zouden verwachten op z'n avond. Natuurlijk wel het materiaal wat je doet over... over uh, hoe heet je die kleine pleurisdwerg, die Greta Thunberg? Had je het uh, niet... <laughs> Of he, allerlei dingen die wij vorig jaar horen. En, uh, maar ook een persoonlijk verhaal. He, hoe ik met corona met mijn ouders natuurlijk uh, uh, om moest gaan. Want die zaten natuurlijk thuis en er mocht iemand bij. Want ja, mijn ouders zijn op leeftijd, dus die wil je niet besmetten. Dus ze stonden allemaal voor het raam uh, te, te zwaaien en zo. Nou, dat soort dingen nemen je dan ook mee. Maar ik heb natuurlijk liever een zaal waar je eigenlijk aan de slag kan. En dat, dat maakt het ook leuk. Ik ben heel bewust gestopt met televisie. Want ik had twintig jaar geleden of zo. had ik echt nog wel in de tv terechtgekomen. Maar ik vond het gewoon niet leuk. Ik, denk, ik ben de hele dag bezig met zijn camera om, om een item op te nemen. Uh, voor een programma. En als die mensen zitten te zeppen, heb ik er dan nog voor niks gedaan. Dan heb ik liever een zaal. En dan rijk ik met veel plezier naar Hengelo. om, uh, om met die zaal. Uh, iets uit. Dan heb ik een. een voor mezelf in ieder geval een prettigere avond uh, dan dat je met je op televisie bent. Ja. Het is, uh, daarnaast is het ook een uh, heel giftig medium, dat weet je. Het is, uh, ik had het net over Frits Lambrechts. Dat, uh, ik zie collega's daar uh, ten onder gaan. Uh, Thomas Acta daar is een reclame. Ik vind het verschrikkelijk. Ik denk, daar hebben we dat, heb dat broek niet voor gekozen. Hè? Daar hebben we het niet gedaan. Of, of Diederik die de stem doet van de Lidl. Of, of Sander Wallis met Albert Heijn. Ik vind het, uh, ik vind het een uh, deconfituur van het vak. Mag ik het zo zeggen? Ja, <laughs> maar, dat vind ik het wel. Maar goed. Dat, dat, uh, ja. Ja, het zijn ook vaak niet de mensen die het echt heel hard nodig hebben. Kijk, uh, mijn huidige vriendin, want ik heb weer een vriendin. Uh, <laughs> die heeft uh, Maastricht gedaan, de theaterschool. En die heeft uh, van een bepaalde lichting. En, 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 en die zegt dan wel eens. ah oh, nou, doe dat nou niet! En dan ren ik de kamer in. En dan ziet ze weer een, een, een jongen met wie ze in de klas heeft gezeten. in de een of andere wasmiddelenreclame. Ja, daar <laughs> heb ik iets meer begrip voor. als je als acteur die aan de bak kan komen. en dus die dat doet. Maar ik praat nu over mensen die, die, die het ook helemaal niet nodig hebben. En. Uh, ja, ik, ik, ik geloof niet dat het daarvoor bedoeld is. Maar goed, dat is ook, ik geloof een beetje in karma. Misschien is het wel, is het wel ergens goed voor, voor ze. Ja, misschien die... hebben die ook een boekhouder die zegt, nou, je moet vaker van die reclames doen. Daar komt lekker veel geld van binnen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, als, zolang het op een andere manier kan, dan uh, toch wel graag. Precies. Ik ga liever vakken vullen bij Albert, Albert Heijn dan dat ik een commercial voor spreek. Echt waar. Maar <laughs> dan ben ik serieus. <laughs> Wat staat er nog op je plaatje? Nou, uh, eens even kijken. God, daar staan er zoveel je. Maar dat we, we gaan die mensen niet uh, daar helemaal uh, mee lastigvallen. Misschien nog eventjes een, uh, een, uh, een dingetje. Oh ja, ach nee, dat is helemaal verschrikkelijk. Laat ik daar nog niet over hebben. Je kan het niet zo aankondigen en het dan niet vertellen. Dat gaat niet. Zie je, dit bedoel met het publiek tegen je krijgen. Zie je dat? Ja, doe het ja, ook langer dan vandaag. Je mag nooit een verwachting, verwachting scheppen en er niet in lossen. Maar ik ga daar gewoon mee afsluiten met die, uh, met die anekdote. Laten we dat doen. Ik zie je nog staan, tv-opname poederen, lens weg. Oh ja. <laughs> Jurgen Rijnman had een tv-programma en dan was ik de gast. En uh, daar sta je achter een, 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 een deur, was het, geloof ik. Een de deur ging open of een liftdeur geloof ik ging open. En uh, uh, dan uh, was het optreden, Was, ik, was zou ik 10 minuten stand-up. Of 5 minuten, 7 minuten is het meestal max ja. op televisie. En ik werd uh, groots aangekondigd. Maar daarvoor was er een mannelijke grimeur. En die zei ik moest er even bij poederen hoor. En die poederde mij een beetje bij zo. Terwijl ik achter de liftdeur stond, Ik hoorde Jurgen dan zeggen: En nou weer hier, vanavond. En die poederde zo. En die voef met een kwast zo mijn lens aan mijn oog. Contactlens. Oh jee. En toen ging de deur open. <laughs> nou, dat was niet een van mijn beste optredens ook. Want je bent natuurlijk continu aan het focussen van waar zit het... Ik weet niet of mensen een lens dragen, maar je kunt voor voorstellen... één oog wazig is en één oog scherp... dat is ook niet goed voor je hersens, hoor. Dan, uh, dat is heel... dan gaan we ook wat, andere wat, wat, verbindingen. Wat je sterkte heb jij? Oh, dat is ook zoiets. Ik heb allebei min drie. Dus je zegt, oh, dat is makkelijk. Want als je dan... Ik wist, als Je kon natuurlijk wel eens helemaal ziek hem thuis. Dat je denkt van... Uh, nou, ik doe ze mij in de doosje de lens... en de volgende morgen hebben ze verwisseld. Maar dat maakt niet uit als allebei min drie is. Maar dat is niet waar. Want de bolling van je oog... Is verschillend. Dus die heb je alsnog klater van de koppijn. Dus het is... Je had je al van die drank natuurlijk. Nou. Oh, maar, maar wat, wat gaat er dan door je hoofd? Want ik pomp, Dan heb je een tv-optreden. Is... Nou, eh, ik, wat, ik, wat ik had moeten doen, is, ik had moeten zeggen tegen het publiek. Maar het is een semi-live-opname. Dat wordt dan smiddags om vijf uur opgenomen. s'avonds om acht uur uitgezonden. Ik had eigenlijk moeten zeggen. Ze willen natuurlijk in één teken opnemen. Ik had eigenlijk moeten zeggen. Jongens, ik ben mijn kwijt. kwijt. Stop even de opname. En, uh, en dan... Gaan zoeken of reserveleens heb ik natuurlijk bij me. Maar dan had ik, ik had zoiets van ik kan dat wel. Maar ja, na twee minuten denk ik toch ben je zelf: nee, dat gaat hem niet worden. En dat heb je ook allemaal wel eens. En dat is ook niet erg, maar het zijn de dingen die je dan uiteindelijk nog eens een keer in een Elektra gaat vertellen. <laughs> en, dan, uh, en dan toch maar hopen dat het leuk is. Wat ik ook een keer heb meegemaakt, ik zie het hier staan, en dat is een van de. kijk, je wil altijd op het podium toch. Uh, ik, ben, uh, ik doe dit nu 25 jaar uh, professioneel. Dus dat mag nooit gebeuren op een podium. dat je een keer iets meemaakt. dat dus je denkt, nou dat is niet waar die mensen om gevraagd hebben. Uh, uh, zoals bijvoorbeeld wat, wat heel erg is. is een slappe lach op het podium. Dat is iets wat je ten alle tijde moet vermijden. En als komiek vind ik ook. de zaal moet lachen. ik moet niet lachen. Dus ik geef de grap aan jullie. jullie lachen erom en ik ga door. Maar als je een band bij je hebt. met z'n drieën. die een beetje in een scheidlollige stemming zijn. misschien een wijntje te veel voor het optreden. <laughs> en die krijgen van mij de opdracht. om het dansje te doen. Het was in de tijd van de Fugo Weet je nog dat twee kaders in Brazilië? Dat is dat ding zaten te toeteren. En toen had ik hun gezegd: je moet een dansje doen. En dat doen we dan de Fugo dans. En toen gingen zij, zij openen <laughs> na de pauze met dat dansje. Met z'n drieën hadden ze ook zo'n Braziliaans gewaad aan. Uh, en dat dansje was best ingewikkeld, met allemaal pasjes. hadden ze ingestudeerd met de regisseur die ik toen had. Nee, van het goed. Maar ja, ik zeg het, er te veel of uh, ze, waren, ze hadden al de slappe lach, ik weet het niet. Maar die gasten, het ging helemaal mis. Dat sloeg helemaal nergens op. En het waren natuurlijk ook geen muzikanten. Je moet mensen niet iets laten doen wat ze niet kunnen. Muzikanten dansen niet. Precies. Nou, wij noemden dat muzikanten met lampjes, want ze hadden ook nog veel lampjes op hun hoofd. En in het donker zag dat er nog een beetje leuk uit. Maar op een gegeven moment ging het licht aan. En toen bleek dat ze al regierend van het lachen op de grond lagen. En toen kreeg ik dus ook de slappe lach. <laughs> en, dan heb, en dan zie je dus die zaal kijken van ja, nou zo leuk is het ook weer niet. <laughs> Nou, dat is, dat, is, dat is echt dodelijk. dodelijk. Dus uh, altijd zorgen dat je, ja, dat, je, dat je dit hebt. En dat je niet door mensen op podium heel vaak, wat mensen heel vaak doen, is elkaar lastigvallen. Hè? Wel een beetje, zeker als je veel met elkaar optreedt. Ik heb heel veel opgetreden met, er uh, was een, een tour met, uh, uh, volgens mij was Zwageman, uh, uh, Gippard en Maarten Spanje en Bart Chabot. En dan hadden we een tour met uh, zeg maar schrijvers. En Maarten Spanje, dat is ook een etter, hè? die had dan in de gaten, dat, dat had, Bart, wilde zich ook altijd concentreren van tevoren. En dan stond hij in de coulissen, stond hij zo'n gedicht, zo'n heel lang gedicht nog even voor zich. Na te doen. En Maarten uh, zag dan natuurlijk, die stond in de coulissen. En die begon dan tegen... Uh, Zei, Bart en je, die wist hij de AX5 nog gezien. Dat zou ik niet te geloven hè, Dat doelpunt van... Uh. En dan was Bart helemaal uit zijn concentratie. En dan was het... In... En hier is hij dan, Bart Sabot. En dan moest Bart <laughs> op. En dan was de eerste regel al kwijt. Er zijn wel fameuze anekdotes van mensen die elkaar op het Podium het bloed onder de nagels vandaan halen. Maar de eer is dat jullie dat niet in de gaten hebben, het publiek. Maar als je onderling een beetje lol maakt. Ik bedoel, een beroemde quote van Rijk de Gooijen en Johnny Krijkamp. Die hadden ook echt wel problemen met elkaar. Zo, heel veel duo's. Eigenlijk alle duo's gaan uit elkaar. Er is eigenlijk geen duo wat nog uh, bij elkaar is. Gaan ze maar na. Allemaal zijn ze uit elkaar gegaan op een gegeven moment. Um, maar die hadden ook al met elkaar. Maar die haalden elke avond wel een geintje met elkaar uit. Dan had Rijk de Gooijen had bijvoorbeeld uh, hadden ze poncho's aan met een grote capuchon. En had Rijk had bij Johnny... had hij dan talkpoeder in die, in die capuchon gegooid. <laughs> en het eindigde dan dat lied van... en dan moesten ze die capuchon opzetten. En toen zat Johnny dus helemaal... onder de talkpoeder. En het publiek dacht natuurlijk... dat hoort erbij, dat is leuk. Maar dat hoorde er helemaal niet bij. <laughs> en de avond daarna had Johnny Kraikamp, hadden ze een act met hoge hoeden. Moesten ze zo... als een soort sterren, moesten zo met zo'n stokje moesten ze het coulissen Moesten ze een hoge hoed pakken. En die had Johnny dan vastgemaakt met Pinesis. Dus hij rijdt de geur, loopt de politie en kon die hoed er niet afkrijgen. Maakt niet uit als het publiek het maar niet in de gaten heeft. Maar het mag nooit zo zijn dat het publiek denkt: van ja, dat is wel helemaal niet, helemaal niet, uh, niet professioneel. En ja, als je daar goed mee om kan gaan. Kijk, een goede acteur weet daarmee om te gaan. Het is, ja. is een beroemde quote. Ik ga er nog maar eens even in de zaal gooien. Als je te eh. veel moet zeggen. Uh, van Ko van Dijk, want ik is een van de grootste acteurs uh, van de vorige eeuw. was Ko van Dijk, oh, een briljante acteur. En uh, die speelde in een stuk. Dat speelde ze ook 200 keer. En in dat stuk moest hij een brief voorlezen. En dan zei hij, uh, jongens, uh, niet het een of het ander. Uh, dit is een belangrijke brief. En ik kan die tekst ook wel in mijn hoofd leren. Maar het is belangrijk, als ik een brief zie, ga ik hem ook als een brief lezen. Dus ik wil graag die tekst op die brief hebben staan. Dus dat gaf iemand, die zei dan, uh, meneer Van Dijk of hoe die dan in dat stuk heette. Er is een brief voor u. En dan maakte hij die brief open. En dan las hij zo die brief voor. En dat was een behoorlijk lange brief ook. Maar daar hadden ze 200 keer gespeeld. Dus die acteur dacht bij de laatste voorstelling... Nou, die brief kent wel uit zijn hoofd. Ah. Dus toen was de vraag, er is een brief voor u, laat hem eens zien dan. En toen gaf hij een leeg velletje aan die Ko van Dijk. <laughs> Waarop Ko van Dijk zei, ach, ik ben mijn bril vergeten, wil jij hem even voorlezen? <laughs> Kijk. Kijk. Geniaal hè? Ja, je moet je toch wel uit te lullen. Fantastisch. Je, je, had, je had er één om mee af te sluiten. Want we ja, zullen we afsluiten, jongens, gaan we een doen. Is het nog te doen met die koptelefoons op? Het ziet er heel bijzonder uit moet ik zeggen. Toch een beetje alsof ik uh, ja, alsof je geëvacueerd wordt naar een uh, verre planeet of zo. <laughs> nee, niet afghanistan. Um, dat is ook zoiets. Hè. Dat, dat, uh, ik maak ieder jaar een oudejaarsconferentie En ik zou je vertellen, je komt erachter dat het eigenlijk elk jaar dezelfde ellende is, alleen met andere mensen. Ja. En weer een aardbeving in Haiti. Maar die Taliban hebben we begin jaren 90 ook al gehad. Ja, Daar heb ik het ja. al een keer over gehad in een oudejaarsconferentie. Dat die mensen in Afghanistan helemaal in verwarring waren. Dat ze ook niet wisten wat ze moesten in zo'n land. Maar ja, dat ligt hem ook in de naam natuurlijk af. Ga, niet staan. Wat moet je nou doen? <laughs> zo'n heel verhaal had ik al. Dat kan ik nou weer gewoon gaan doen. Ga ik niet doen, maar goed. Nou gaan we een stukje terug in de tijd. Ik denk dat het ook zeker wel 25 jaar geleden is uh, dat het volgende uh, gebeurde. Dames en heren, wij traden op in het Comedy Café in Amsterdam, Max Uweplein. Uh, daar had je een comedyclub. En ik weet niet, heb jij dat nog gespeeld? Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, die is inmiddels uh, verkocht aan het Hartrock Café door de eigenaar, door uh, Victor. Maar uh, wij traden dan daar uh, avond op. En dat was eigenlijk precies als Toembler, zou ik maar zeggen. Uh, even kort gezegd, uh, Raoul Heertje en uh, Frans Roel. Dat waren twee mensen die de, de stand-up comedy naar Nederland hebben gebracht. Maar die kregen ruzie met elkaar, want iedereen kreeg ruzie met Frans Roel. Um, <laughs> en Raoul is ook niet de makkelijkste, maar toch wel een stuk beter te pruimen. En uh, dit, dus, de, dat ging niet meer goed. Nou, toen zijn er twee gezelschappen ontstaan. En een van die gezelschappen speelde dan in Toembler. En de ander speelde in het uh, Comedy Café. Dat waren zeg maar uh, de jongens die, uh, ja, die niet bij Toembler zaten. Dat was nog een vrij gesloten club. Is het nog steeds. Dus je, je, de rest was eigenlijk gewoon ja, iedereen die een beetje voor zich was, maar de ZZP'ers. De rest ja. was uh, toenbaar. Um, daar traden uh, diverse artiesten op en het was een, rij, een beetje een raar plekje, ook midden in het centrum in Amsterdam. Uh, de ene avond zat vol, de andere avond niet. Het was allemaal een beetje uh, hangen en was het soms. Maar ja, je had vier comedians. Ik was dan de MC, ik presenteerde die avond. En uh, we begonnen dan die avond heel vaak met Hans Jongsma. <laughs> Deze reactie, deze reactie is, dat valt Hans helemaal samen. Maar jullie kennen Hans Jongsma niet. En dat is maar goed ook. Nee, Hans Jongsma was wat wij noemen de comedian's comedian. Oftewel, ja. hij ging iedere avond af. En het was iedere avond de politie zat hem aan te kijken van, waarom? Waarom ben ik hier? Waarom sta je daar? Waarom heb ik daar 15 euro voor betaald? De, de man was te, te droog voor woorden. Uh, hij deed maar wat eigenlijk. Hij deed maar wat. En ik zeg comedians comedian. Want wij moesten er allemaal ontzettend om lachen. Omdat we vonden dat hij zoveel lef had om dat te doen. In Amerika had je Andy Kaufman. Die deed precies hetzelfde. Die ging expres ging de boel kapot spelen. Dat vond hij leuk. Nou, Hans Jongza kwam dan op om een voorbeeld te geven. Uh, en dan had hij een kruk. Dan zette hij een zak meel op. En dan zei hij, ik ben vandaag een beetje melig. Mag, mag ik heel Voel goed? je het? Je voelt je... je, voelt je je sch plaatsvervangende schaamte, zeg het nou zelf, toch? Oh, mijn reactie overigens net is gebaseerd op één optreden wat ik ooit heb gezien van Hans Jongsma. Oh. Uh, waarbij hij opkwam met een zonnebril op. de zaal inkeek, Comedy Café Amsterdam. en zei: een boel negers vanavond? Wederom, is <laughs> hoor je dat? Dat is gewoon: dat, 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 jullie, jullie, het kraakt. Jullie, ja. het, het krimpt in je hersenen. <laughs> nou, zo trad hij dus op. Dus die, hij was dus de eerste comedian. Maar u me voorstellen: Dat zat denk ik, het was de eerste show. We deden twee shows vanavond. Uh, dit was de vroege show. En uh, Hans moest uh, op. Nou, uh, er zaten uh, misschien veertig uh, man in de, in de zaal. En uh, voor het podium, recht pal voor het podium, zaten vier mannen met flesjes champagne. En niet de goedkooste champagne. Nee, de allerduurste champagne die je maar kon vinden. Uh, die hadden ze speciaal voor de mannen aan de overkant bij het 100 Casino gehaald. Want zelf hadden ze niet van die dure champagne. Meneer wilde uh, dure champagne. Ik zeg meneer, want er zat er eentje bij met een grote bek. Want wat gebeurde er? Hans Jongsma begint. En deze man had al een paar flessen op natuurlijk. Zei, jongen, dat doe jij nou verkeerd. op zijn Amsterdam? Ja, dat doe jij nou verkeerd. Je moet ja, het nou. je moet, zus of zo. Hans kennen, zou hij die, die man een beetje weglachen. En denken van, nou, het zal wel goed wezen. Hans rende van het podium af. Hij wist het niet meer waar hij het moest zoeken. Hij rende letterlijk de deur uit. Ik denk, dat is raar. Dat is iemand die een grote bek heeft. Nou, ik kom terug op het podium. Ik had het dus al uh, warm gemaakt, aangekondigd. En ik zeg, joh, ik weet niet meer waar ik mee bezig bent. Maar als het zo doorgaat, hebben we een kort avondje. Hij nee, denkt, ja, dan ben je bent je vader, vies aangenees. Je hebt een grote bek. Dus ik denk, nou wacht even, dat gaat mij niet gebeuren. En die gasten eromheen, die daar lachen. <laughs> Met z'n vieren maar zo. Um, ik denk, nou, die pak ik terug. Ja, toch? En ja, als je een grote bek hebt, kan je hem terugkrijgen ook. Dus ik maak een paar grappen over het feit dat het Zetief van Amsterdammer is. En dat hij had een, een grote neus met een grote neus. Maar dan, als je zit, in zijn neus de keer de post openmaken, weet ik het. Er, allerlei grappen. En toen stond hij op, zei Ja, ja, gaat eraan. Ja, gaat eraan! <laughs> en ik zag een andere collega-comedian, ik zal niet zeggen wie, ook wegrennen uit de zaak. Ik zag achter de bar, de dame achter de bar duiken. Ik denk: wat krijgen we nou dan, joh? En toen gebeurde het volgende: dat hij, zat er een gozer bij die zegt, joh, kom, we gaan naar buiten, joh, dit is het allemaal niet waard. En toen liep hij op uh, weg. En toen zijn ze bij z'n vieren opgestaan. En toen zijn ze naar buiten gegaan. En ik kon de volgende aankondigen. En toen komt van het podium af. En toen zei die andere comedie tegen mij: dus, Wat heb jij nou gedaan? Weet je wel wie dat was? Ga jullie daar? Jij nog van de kut als het Willem Holleder! <laughs> en daar wil ik het graag bij laten. Ik leef nog! <applaus> ja! Dank je wel, dames en heren. Ja, Dank je wel. Ga zo door. door. Dank je wel. Dat was hem, de Electra Podcast met Sjaak Brul. Geef een duim omhoog, laat een berichtje achter en klik nog even op abonneren en klik dan ook nog even op die bel, zodat je altijd een berichtje krijgt als er een nieuwe aflevering is. Wil je meer weten over de Electra Podcast? Kijk dan op elektrapodcast.nl. En wil je meer weten over mij, Wouter Monde? Kijk dan op woutermonde.nl. Oké. Okay. Tot de volgende Electra. Hoi!